Gezonde dag. In de komende 5 jaar zijn er minimaal 25.000 verpleegzorgplekken nodig. Om aan deze woon- en zorgbehoeften te voldoen, is een speciale taskforce wonen en zorg opgericht. En sinds kort zijn ook alle zorgkantoren hierbij aangesloten. Collega Jan Meegens is een van de vertegenwoordigers die zich hard zal maken voor deze enorme opgave. En hebben we het over zorgbehoeften, dan wordt dit vaak door bijvoorbeeld een wijkverpleegkundige in kaart gebracht via een indicatie. VNVN organiseerde hiervoor in mei een congres. Kennis en kunde van het indiceren voor de wijkverpleging. En sinds deze week is het hele congres terug te kijken. Met onder andere collega Rachel Mosselaar, adviserend wijkverpleegkundige. Zij ligt toe wat voor een zorgverzekeraar belangrijk is bij het toekennen van een indicatie. En tot slot ben ik blij om te melden dat volgend weekend de Bridge to Bridge in Arnhem en de Mensen Single Loop in Enschede doorgaan met gepaste coronamaatregelen. En je kunt je nog inschrijven. Meer informatie in de links in de comments.